Rondvaart gaan we vandaag doen. Ja. Sleutelhanger gemaakt. Je sluisdeur. Lekker. Zo, dat is de verkeerscentrale. Een boot van een kameel. En zo hebben wij een hele mooie uitleg gehad. Nino doet heel gevaarlijk. Ja, dus een achteruitvaartboot. En zo wel, ja. Hallo allemaal, wij zijn de Waterkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. We zijn onderweg naar Terneuzen. We gaan naar het portaal van Vlaanderen, Terneuzen. Dat heeft... Jij kan het goed vertellen, is het de grootste? De derde grootste haven van Nederland is het. En ze zoeken daar mensen voor een nieuwe foto, voor de nieuwe brochure. Dat wij een groot gezin zijn. Kwamen ze bij ons van willen jullie bij ons komen? En dan beginnen we de dag met een bolus en een bakje koffie. En dan gaan we een rondvaart gaan we vandaag doen. En we krijgen dus een uitleg over de sluizen en de rondleiding. En we krijgen de haven te zien. We dachten, nou, dat is hartstikke leuk. Leuk, leerzaam voor de kinderen, leerzaam voor ons. Ze gaan niet met z'n allen. Omdat Stan op vakantie is en Merel, die had wat te doen. Nee. Sophie precies. En Eline wil liever niet mee. En nou, dat kennen wij ook, dan hoeven wij ook maar met één auto. Anders moesten wij voor eentje meer met twee auto's. Nee, dat is geen paard, dat is een stier. Ja? Ja. Ja? Een stier of een koe? Weet ik niet. Het zal een koe zijn. Stieren zijn hier niet zo vaak in de wijn. Boe, boe, een koe. Goed zo. Paard. Paard. En jullie hebben er zin in, hè? Ja. Het is echt heel leuk. We gaan het meemaken. Ja. Het is wel eventjes rijden, moet door een heel lange toltunnel. Want met de hockey moeten wij ook wel eens naar Terneuzen. En dan op zich, je bent het dan zo. Dus op toe Terneuzen. Ja, we zijn er. Dat is wel even een uurtje rijden. Familie Nagelkerk. Ja, kijk, daar staat hier een welkom. Familie Nagelkerk staat er op het bordje. Dat hebben we nooit gehad. Dus we zijn goed. Waar staat dan Familie Nagelkerk? Kijk. Ja, ik denk het ook, ja. Kijk. Ja, we beginnen lekker met een warme chocomel, want het is heel koud buiten. Smaak naar zo'n babykoekje, dat is lekker. Oh, zo'n koekje in de chocomel. En we hebben... allemaal een... As. Nee, een bolus. Een bolus, een Zeeuwse bolus. En Madelief, die heeft al geknoeid. Ik weet niet, jouw staart zo meteen opnieuw. Maar dat maakt niet uit, dat mag toch. Het is niet erg, mijn schat. Ik had deze. En is het lekker, zo'n bolus? Voor een boot. Nee, ja. Welke boot gaan wij maken? Wij maken die ook, maar wij hebben de krakelingen voor hem. Ja, ja, lekker hè? Ja. Dit is het, waar we nu zitten. Het portaal van Vlaanderen. Het portaal van Vlaanderen. En dan gaan we zo meteen met de rondvaartboot gaan we de sluizen bekijken. Gaaf, weten jullie hoe dat werkt, de sluis? Er is heel veel verschil tussen hoogwater en laagwater. Omdat Nederland onder zeespiegel ligt. Weet je dat een beetje? Ja? Ja, een beetje. Ja? En dan die sluizen, die zijn er dan voor, want er is natuurlijk een dijk en achter de dijk staat het water hoger. Dus dan gaan wij met een bootje in de sluis van hieruit en dan staat het water laag. En dan doen ze er heel veel water bij waar het water hoog staat. En dan zitten wij op dat niveau en dan doen ze het poortje open. En ik leg dat nou zo heel snel uit, maar straks zie je dat in het echt. Dan komen we op de nieuwe website hier zo van het portaal van Vlaanderen. En nou, die zit mijn suiker te pikken. Nee, jouw koekje. Oh, mijn koekje, oh, die mag wel. Maar suiker ook, want die hoef ik niet. Suiker heb je niet, Voor mij niet om eens de boot te trekken, hè? Ik heb al de sleutels gehad. Wie is het sterkste? Jij toch? Ja, je hebt een hele mooie sleutelhanger gemaakt. Deze is van mij. Deze. Zie? Zo. En die van mij? Hoe vinden jullie die? Die van mij? Mooi. Nee, die moet nog geknipt worden. Nee. Nou, hij is wel redelijk. Maar wie goed. Is deze? Zullen we hem even overdoen? Ja, ik wil het ook wel even leren. Ja. Nou, deze is wel beter. Iets mooier, denk ik, hè?
Ja, tot het touwtje bijna op is. Dan is het goed. Ja. Kijk, hij moet hier nog doorheen, hè? Dan doet hij hier nog doorheen. Die lange. Ja, deze ook. En dan, anders trek je hem er weer uit. Kijk, en dan trek je van boven één en dan twee. Dat doet dus je weggaat. Even kijken welke het is. Als je de verkeerde doet, moet je helemaal opnieuw beginnen. Nee, nee, nee. Zit hij vast? Nou, wat vindt u ervan? Ja, leuk. Kijk. Die gebruiken ze op boten. Ja. Dit zijn alle knopen en dit is de knoop die wij gemaakt hebben. Ja, wil u even een foto ervan hebben? Allemaal vissersknopen. Ja. Ik heb hem nog niet geknipt. Zou je deze maken? Nee, die kan ik niet. En hier zijn ze het sluizenspel aan het doen. Die brug. Dicht doen. Die sluis legen. Ja. Deur open. Nee, andere. Nee, die. Ja, ja. En dan gaat hij erin. Als het goed is. En dan mag je brug weer dicht doen. Ja, goed zo. Je sluisdeur. Goed zo. Je sluis vullen. Ja, sluisdeur open, brug open, ja, goed zo. Hey, ik moet er even uit, hey. Even wachten tot hij eruit is. Hè. Kijk, zo werkt de sluis. Ja, zo werkt de sluis. Zo had ik het net ook uitgelegd. We worden hier heel erg verwend. We krijgen een hele lekkere lunch. Met een broodje kroket of frikandel. Hè? Nee. Ja, jij zit gewoon al aan een broodje kroket. Is het lekker? En jus? Ja. Sinaasappelsap. Jij mag nog een broodje pakken. Heel lekker. Heel veel broodjes. En jus, water en koffie. Dus dat is wel heel lekker. Lekker? Lekker. Broodje kapotje. Ja, lekker. Ik had die net. Is kapot of niet? Ja, het zit een beetje tussen. Ja. 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 Het wordt alleen maar erg. Restje die allemaal gaan lachen. Dat is een mis. Wel mondje dicht eten, hè? Jawel, zo. Je lipjes op elkaar eten. Zo. Jawel, zo moet dat. Ja. Ja. We zijn op weg naar Sluizen. Met een treintje. Zo'n treintje op benzine. Diesel. We hebben allemaal een hesje aan, alleen voor junior hadden ze geen hesjes, maat. Nee, over jou. En we krijgen helemaal gewoon privé een hele uitleg van alles. En jullie vinden het wel een beetje moeilijk, hè? Ja, ik begrijp het niet. Ja. Ja, ik heb nog nooit zo'n auto gezien. Dan gaan we zo meteen allemaal van dichtbij zien. En hier kijken we dan over de Westerschelde. Nou, je ziet hoe breed dat is. Eigenlijk gewoon de zee is dit, jongens. Ja. Meisjes. 5 kilometer breed. Daar ligt nu een tunnel onderdoor. Daar zijn we doorheen gereden. Een veerboot tussen Vlissingen en Breskes. En tussen Terneuzen en Ludekerskerken. En eentje tussen Bergponden en Kruijen. Dat heb ik vroeger als kind nog gedaan. Dan gingen wij met de pont. Zo noemden we dat. Dat is de verkeerscentrale. Daar in dat gebouw, daar zitten de verkeersleiders die de toestroom van schepen naar het kanaal, want achter dat gebouwtje is de ingang naar het kanaal van Gent naar Terneuzen, die verkeersleiders die regelen de toestroom. Het is een bulkschip, dus dat betekent dat er allerlei losse lading in kan zitten. Steenkool bijvoorbeeld of ijzererts. Je mag niet roken op die boot, zien jullie dat? Er staat no smoking. Ja, dan zie je bovenaan. Dat zijn dan twee boten die altijd bij dit schip horen of is dat in de keuring? Nee, die horen hier bij het kanaal. Oké. Ja, dus wanneer dat schip hier aankomt, bij Vlissingen. Ja, dat schip vaart niet altijd met de boten voor of achter, alleen nee, in de, alleen, bij de alleen kanaal, hier op het kanaal. Ja, dus die sleeboten die haken aan hier zo op de zee, net voor Terneuzen.
En ja, die worden als het ware gehuurd. Ja. De brug gaat naar beneden, dus we gaan beneden kijken. Het schip ligt er. Het schip ligt stil. Nou, ze vinden het heel interessant. Ik ook. Ik misschien wel het meest. Dat weet ik wel zeker. Ja. Kijk, de sluis heeft zijn werk gedaan. De boot is nou helemaal gezakt en hij gaat er nou uitvaren. Al beweging in. Heel langzaam. Dan staat de brug daar open. De brug hier is weer dicht. Daar rijden weer auto's over. En motoren. En zo hebben wij een hele mooie uitleg gehad. Hoe dat het allemaal werkt. Pas op en Nout, ja. Wij gaan weer met de trein. Gaan we weer verder. Nog niet verder? Ja, we gaan nog naar iets anders. En dan gaan we naar de boot. Nee. Ze willen zo graag in de boot, hè? Jij wil graag in de boot, hè? Ja. Ik ook. Jij ook. Ik ook. Ik ook. Hier vertrekt het grote schip. En hier, wat die weg hier loopt, die wordt straks allemaal water. Want daar komt een nieuwe sluis. En die zijn ze nou aan het bouwen. En Junio doet het heel gevaarlijk. Ja, niet met je benen door. Ze zijn zelfs op zondag hier aan het werk. En hier komt een nieuwe sluis, heel dit stuk. Ja. Ja. Oké. Daar gaan we met de boot. Achteruit. Ja, het is een achteruitvaartboot. Ja. Dan kunnen wij het goed zien wat er allemaal gebeurt. Dus die vaart op deze manier, vaart deze boot. De achteruitvaartboot. Nee, hij gaat zo meteen. Ja. Dat weet ik niet, maar wij brengen jou toch wel met over. Hoe weet jij dat? Dat is wel logisch. Ja. Hier achter mij. Dat is een vrachtschip, ja. Dat is een tanker. Een tanker. Ja. De... Zeitje, dat is een vrachtschip. Ja, ja. Het is wel een vrachtschip. Ik zei het je. En een tanker zit benzine. Of olie. Of sinaasappelsap. Kijk, daar staat de sluisbrug open. Dus als we nou naar de zee willen, moeten we daarin. Daar is de zee. Guusje is in slaap gevallen. Ik lig op de. We zitten lekker te genieten, hè, van de zon. Ja. En ik zit op de stoel en op de bank. En ik kan zo naar achter kukkelen. Nee. Hij is vast. Lekker, hè, op het water. Is het leuk, Madelie? Nee. Nee. Het is toch leuk speelgoed? Daar is het schip. Jij gaat maar niet daar naartoe. Nee. Kom maar. Kom maar. Ik ben net onder geweest. Heb ik geen wind? Ja, zo wel, ja. Nou, we rijden nu over de brug die open kan. Daar zouden we straks hebben staan kijken, toch? Of niet? Ja. Ik denk het wel. En ze zeiden, als er één brug open staat, dan is de andere altijd dicht. Ja, het dus is om en om, hè? De navigatie die stuurde ons langs de brug die open stond. Kijk, dat is ook een brug die open kan. Ja. Dat is ook een sluis. En... Nou, er was dus één brug open, toen stuurde de navigatie ons langs. Dan zijn we langs de andere brug zijn we gegaan. En hier is de uitkijkpost waar we geweest zijn. Waar zie je die nou? Oh, ja. Kijk, daar zie je de brug open staan. Daar staat een brug open en daar staat ook een brug open. En dat is die brug die open stond waar wij heel dichtbij gestaan hebben. Dat is van de grote sluis. Oké. Okay. Daar. Oh, hier hebben we gekeken. En hier hebben we gekeken, ja.
uitkijktorentje. Vonden jullie het leuk? Ja, heel leuk. Ja, ik vond het ook heel leuk, heel leerzaam, hele vriendelijke mensen, heel goed ontvangen. En toch wel iets heel bijzonders wat hier gebeurt, want ze vertelden het project kost gewoon 1 miljard euro. Dat is 1000 miljoen euro. Over 300 meter gaat een rotonde. En dat gebeurt gewoon hier zo, in een, eigenlijk gewoon in een klein stadje, 20.000 inwoners. En België die betaalt 700 miljoen euro aan het project. Dat is vooral voor België bedoeld. Ja, die hebben daar heel veel baat bij. Ja. Van Gent naar... De haven van Gent. Die wordt van hieruit bevoorraad. Ik kreeg ook al de vraag van, is dat voor het publiek toegankelijk? Maar ze doen het altijd van die rondleidingen, hè? Eerste afslag. Ja, ze doen die rondleidingen, doen ze. Dat kan, daar kun je ook met bootje mee. En het is echt heel leerzaam. Het is een heel leerzaam uitje. Wij vonden het in ieder geval heel leuk en leerzaam. Ja, en we hebben heel erg getroffen het weer, met het weer natuurlijk. Ja, het moet wel goed weer zijn, denk ik. Ja. Dat is eigenlijk met alle uitjes die je doet, hè? Ja. Maar wat dat betreft, als je in Zeeland op vakantie bent en het is slecht weer, is het ook wel weer een leuke uitje om te doen. Ja, als het geen strandweer is om dan... En zeker als je ook een beetje van die vakken houdt, hè? Van natuurkunde en... Over 300 meter. Ja, aardrijkskunde een beetje. Een beetje natuurkunde, aardrijkskunde-achtig. Maar wij rijden naar huis. Uurtje rijden, dan wel. En door een tunnel moeten we. 23 graden, jongens. Check. Dus dit was onze vlog voor vandaag. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal en vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! Nou, het heeft een vriendje te logeren. Het zag er zo uit op de verpakking. Veel meer. En wat wilde je nou doen? Oh, kijk eens hoeveel eieren! Ik kan lopen. Niet zo kattig doen, hè, schatje? Nee, weg met die wat. Oef! Mooie onderbroek, Nout. Nee, want ik ben gelijk slaapgevallen.